Wat zeg je dan, Emma? Ja, dat is super lief. Goedemorgen, weer een nieuwe video. We wilden even ons ontbijtritueel vastleggen. Ja, dat is namelijk heel apart. Ja, maar het begint goed vandaag ook, want hè, zoals je net zag, dat is wel heel lief. Ze hebben natuurlijk hier die vissen, wat je misschien in een eerdere video zag. Hoi, good morning. Coffee, oranges? Familie cappuccino. Familie orange juice. Do you have apple juice? Yeah. Okay, thanks. Het begint zo heel goed. Dus je net zag en al in de eerdere video's. En wat krijgen ze elke ochtend? Krijgen ze vissen voor. Dat is wel echt super lief. Dan kan ze vissen voeren, dat is wel heel grappig. Ja. Maar wat nou heel grappig is, is dat we altijd moeten wegremmen voor het ontbijt. Ja. Want die man die werkt, is echt super aardig hoor. Maar je moet dus hier. We hebben dus op het hotel hebben we gekeken en we dachten, oh, we houden altijd van een super lekker ontbijt voordat we weggaan. Toen zagen we op de foto's en de video's van het hotel toen we gingen boeken dat het echt een mega lekker ontbijt was met pannenkoeken en ik dan wat. Toen dacht ik, oké, nou, super mooi hotel gaan we doen. We komen hier aan. Blijkt nog steeds dus, super mooi hotel, maar het blijkt dus dat we tijdens het ontbijt kunnen we kiezen uit een heel mini buffet en al het lekkere. Dat moet je bestellen op de menukaart. Ja. Dat betekent dat we alleen iedere dag een geroosterde boterham eten met geklutst ei en een bakje met fruit. Ze hebben ook gewoon 20 plus euro per persoon voor betaald. Precies. Want, dus het is niet alsof je heel weinig voor het buffet betaalt ofzo. Ja, maar het gek is, iedere dag legt hij een boekje op je tafel met een bonnetje erin. En een rekening, ja. En een rekening van $66. En dan zou je denken, maar ik heb toch dat gewoon betaald, inclusief ontbijt mijn hotel. Ja. Daar hebben we ook gewoon voor betaald. Dus ik heb hem bij de receptie gevraagd. Ik zeg, waarom legt hij nou elke keer dat boekje bij mij? Ja, dan moet je je kamernummer en je handtekening. En dat gaan wij dan, zeg maar, dat geld laten halen wij. Laten, dat doen wij later weer even rekenen, maar dan kan je tip geven. En dan denk ik, tip geven voor wat? Voor het stukje geroosterde boterham wat ik ga het niet elke ochtend bij mijn ontbijt ook nog een keertje tip geven in een hotel. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, en nu rennen we voor die man weg. Omdat hij me iedere keer gratis een cappuccino, hè. Je kan, bij het buffet zit zwarte koffie. Maar je kan dus ook een cappuccino kiezen. En die moet je extra voor betalen. Die moet je extra betalen. Elke zegt hij, ja, die krijg je van mij gratis. En nu ben ik elke keer bang dat hij dan verwacht weer dat ik tip ga geven. Dus nu rennen we iedere keer weg als hij wegloopt. Nee. Maar goed, het was even een verhaal van het ontbijt. Maar zo, wil je hier goede wifi, dan moet je ook per dag betalen. Ja. Het is hier gratis parkeren, maar wil je dat je auto wordt weggezet, dat is ook $20. Het is allemaal een beetje apart. Het is gewoon een goed bruggetje, want onze video is een beetje irritant. Die upload hij alleen maar HD en geen 4K. En ik twijfel of het nou door de wifi komt. Waarschijnlijk wel, maar hij doet het wel eens vaker. Dus helaas geen 4K video's, terwijl de video zelf gewoon 4K is. Yes, maar het heeft onder andere met waarschijnlijk met de wifi te maken. Ja. Maar in ieder geval, dat is het verhaal van het buffet. Nou, dat wil ik niet onthouden. Dus wij gaan even wat halen. Het is toch eigenlijk wel bizar dat je moet wegrennen bij een buffet. Omdat ze hier dus verwachten dat ze voor een geroosterde boterham en een Zuiderans tip willen. Dat is toch bij een hotel, dat is toch raar? Ja, wel in de ochtend. Maar die tip is ook even niet even een eurotje tip of 2 euro. Nee, het is elke 20%. Het is elke 20%. En we hoeven niet eens tip te geven, want er zit gewoon ontbijt is gewoon inclusief wat we hebben besteld met het hotel erbij. Ik heb hier gewoon €200 voor betaald voor deze boterham. Dus ik weet niet wat nou het probleem is. Maar goed, wel gelachen. Ik ga de grootste boterham ga ik even halen. Was jij, Emma? Ja, Emma gaat fruit halen. Nou, let's go. Thank you.
Yes, jullie zagen het al, we zijn bij Post Market. Een soort hippe markthal-achtig. Allemaal markthal-standjes. Maar heel veel food courts eigenlijk. Maar je kan ook gewoon, zie je t-shirtjes, stickers kopen. Een soort van hip gebouw, alles met neonverlichting. Ik vind het wel geinig. Als je dit ook op YouTube of TikTok of waar dan ook Instagram ziet, dan zie je eigenlijk altijd dit voorbij komen. Dit was onderweg, we zijn naar Kimi Boulevard zijn we naar onderweg. En dit was precies onderweg, dus ik dacht, dan gaan we ook even kijken. En even een pizza klappen. Want we hadden best wel trek, dus Mirjam is een pizza bestellen en ik loop even een rondje. Achter me word ik gevideobond. Dus dat is altijd goed. Dus dat man, maar ziet er wel leuk uit. Als je in de buurt bent, je hoeft er niet speciaal naartoe, maar als je in de buurt bent. Oké, even wat lekker lunchen, dat dan weer wel. Ik was je aan het zoeken. Was je helemaal achter? Oh. Hey. Heb je wel een lekkere pizza besteld? Oh, kijk, dat is goed. Dat is goed. Oh, het staat ook heel groot. Spotlight pizza. Yes, we zijn bij Kiemen Boardwalk. Terwijl het echt precies nu gaat regenen. Lekker man. Een tweede pier. Iedereen gaat. Terwijl iedereen vlucht, echt. As we speak gaat het regenen. Het is wel lekker warm hier trouwens, hoor, dat wel. Het is bloedheet wel nog steeds. Ja, ook een pier, een boardwalk. Ziet er super leuk uit met alle kermisattracties. Alleen je hoeft niet te betalen om gewoon even rond te lopen en lekker te eten. Nee, het gaat nu wel regenen, dus geen goede timing voor deze intro. Maar we zijn er wel. Kimi Boardwalk. Salty grass, lekker gegeten. Poging 2 voor onze intro bij Kimi Broad. Wat is het? Boardwalk. Ja, Kenia Boardwalk. Ja. Maar zoals eigenlijk bijvoorbeeld bij de intro al gezegd, bij deze kan je wel gewoon relaxed lopen. Je hoeft geen intrede te betalen om overal een beetje rond te lopen en te doen. Ook een kermis en een boulevard. Dus je hebt restaurants, barretjes en een kermis. Het is wel leuk om naartoe te gaan. Ja, zeker. Ik zou zeggen, skip lekker die andere pier en ga lekker hierheen. En wij gaan even een rondje lopen.
Nou, naast het restaurant zit een toffe achtbaan, de Boardwalk Bullet. Ja, dus daar ga ik even in. Alleen ik heb een kleine uitdaging, want ik heb geen hoesje of niks of een draad om GoPro bij te houden. Maar om jullie content te maken, ga ik het toch doen. Het is een klein risicootje. Maar goed, zonder risico... Ding vooruit. In ieder geval Boardwalk Bullet. Dus ik ga erin, let's go. Boardwalk Bullet. Blijf toch dat dit op papier is. Oké, let's go, let's go. Wauw! Zo, je wordt in elkaar geschud. Holy guacamole. Oké, doei. Wordt wel cool, het later. Holy shit. Ik weet niet of je net hoorde, maar ze houdt achtbaan, maar echt houdt achtbaan. Maar deze gaat echt knettersnel. Misschien wel de snelste houten achtbaan. Die van de week is Six Flags, was ook wel gek. Maar deze gaat een partij snel. En je wordt echt door elkaar geschud. Een paar kids achter me aan het huilen. Ik vond het iets minder leuk. Oké, Mirjam gaat erin. Oh, ik heb even geen microfoontje bij me. Ze vindt het wel spannend, wel eng. Dat kan je zeggen, hij was echt best wel gek. Maar ze durven eigenlijk niet, maar ik heb het overtuigd. En op mijn kaartje, maar hij is niet gecontroleerd. Dus ik ben benieuwd of het lukt, maar ja, kan bijna niet anders, want ik kon gewoon instappen en er was niemand om te controleren. Dus ik ben heel benieuwd, we gaan hier op wachten. Wilm, als je dit ziet, zorg dat je hebt overgehaald. Ik weet dat je misschien waarschijnlijk een beetje boos om al bent, nu. Maar ja, een kleinigheidje heb je altijd. Dat is niet normaal deze, hè. Mirjam houdt totaal niet van sneller af, maar we gaan er echt nooit in. Het kan niet als hij zo hard gaat. Oh joh. Ja, ik weet niet of je op camera hoort, maar het gaat zo knetterhard dat geluid als die wagens hier voorbij komen. Maar oftewel wel, en ik zei het nogmaals, wel een aanrader als je hier bent, moet je hem wel echt even doen. Toch? Zo, niet normaal. Zo, die ging hard. Dat is niet normaal. Voor een achtbaan, je vliegt. Ja, ja ik zei net, ik weet niet of je boos om me bent of niet. Maar... Nee, helemaal niet. Maar ik moet wel eigenlijk lachen, want er is een man achter mij, die komt nu. En die was op voorhand zo bang, maar hij moest van zijn chick mee. Wow. En hij is zo, en hij zegt, oké, wil je eerlijk daar tegen me zijn? En toen kwam ik terug en zei ik, dit was niet normaal. Ik zeg, sorry, maar hij is echt heel erg. Wow. En ging en er wel hij in? Hij is nu, ja, wow. Ik moest zo erg lachen. Ik zeg, achter mij waren ook allemaal kinderen aan het huilen en zo. Ja, hè? Maar dit was niet normaal. Je vliegt over die baan en je denkt echt, je gaat er vanaf zo hard. Ja, bizar, hè? Dat is niet normaal. Je komt voor mijn blauwe eruit, toch? Wow.
Die man was echt bang, hij moest van zijn chick mee. Oh, dit ventje wat hier staat, die durfde ook niet. Die was helemaal aan het huilen, maar die moest van zijn vader. Die werd gewoon die car ingetrapt en was helemaal aan het huilen. En hij kwam ook huilend eruit. En die vader zegt, ja, dan doe nou eens een mietje. En ik ben je helemaal zat. Ik zweer dit ventje achter ons. Oh, nee. Ja. Ja, geen grap. Het gaat zo hard. Maar jij dacht, oké, meer gaan met open haar. Ja, maar jij kan op twee manieren eruit komen. Zeg maar zo, zoals je nu eruit komt. Ja, of je kan me doodmaken, weet je. Gewoon eraan doen dat het bijna gebeurt. Nee, ja, ik vond het superleuk. Alleen, het was wel gek. Ik was alleen maar, mijn kont kwam alleen maar van mijn bankje af. Ja, bizar. Ik heb geen één keer normaal gezeten. Ik vloog. Maar heb je jou gecontroleerd? Ja. Ja? Ja. Oh, ja. We hebben wel geluk gehad, hè? Zeker geluk gehad, gratis ritje. Ja. Nee, hij heeft mij naar de overkant lieverd. Ja, maar even. Deze auto's. Kan je dat nog zien? Dat is te ver weg. Kidney Boardwalk. En in het begin ging je nog echt zo tikketikketikket. Toen dacht ik, oh, dat gaat nog wat. Het ging er helemaal omhoog. Zo, dat is gewoon vol. Zo, en toen in één keer ging je naar beneden en hard door die bochten. Ik dacht soms echt, wat gaat hier gebeuren dan, joh? Ja, zo, maar kijk, je ziet dat hij omhoog gaat, of daar valt hij naar beneden, zie je dat? Zo, dat ja, stel, hè? Ja, een drop-down daar, maar echt een hele maar twee. Drop-down. Ja, twee. Heel mijn buik ging ook helemaal kietelen. Ja, vind je het gek? Je hebt net